Kom maar deze kant op. Stel je voor, je hebt geen ogen. Je hebt geen idee hoe kleuren eruit zien. En wat als je lekker wilt voetballen? Mats doet het. Aisha nog. Kom maar. Ben ik er? Ja, een Aisha verder nog. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom. En stop, Aisha. En even een gekke foto. Ja! Die is mooi. Oké. Oké, gaan we ergens zitten? Ja. Ik zie dat je geen ogen hebt. Ja. Maar ben je zo geboren? Klopt. Mats heeft anophthalmie. Dit is een zeer zeldzame aandoening waarbij je zonder oogbal wordt geboren. Mats mist beide ogen en dat maakt hem extra bijzonder. Ook heeft hij een prikkelverwerkingsstoornis en hierdoor is het voor hem lastiger om alles wat binnenkomt te verwerken. Iedereen heeft zijn eigen manier om hiermee om te gaan en Mats beweegt hierdoor meer. Als je blind bent, kan je je dan veel beter focussen op andere zintuigen? Nou, mensen zeggen wel dat ik beter hoor. Wat zijn je favoriete geluiden? Mijn favoriete geluiden? Nou, dat zijn eigenlijk voetbalgeluiden. Als er wordt gescoord, dan de goal toen bij PSV en ook als het wordt omgeroepen. Dat vind ik leuke geluidjes. Ja? Ga je ook naar wedstrijden toe? Ja, ik heb een seizoenskaart voor Sparta. Oh, dus dan ga je best wel vaak? Ja. Hoi, ik ben Mats en ik ben blind. En mijn wens was om stadionspeaker van Sparta te worden. En dat ga ik vandaag doen. Met nummer 1, Nick Olij! Met nummer 2, Saïd Bakari! Ik zou zeggen, geniet ervan! En ik vind soms het mauwen van een kat een leuk geluidje. Soms ook de snare van een drumstel. Als je zo mijn stem hoort, beeld je je dan een beetje in hoe ik eruit zie? Ik denk, nu heb ik zoiets dat u, denk ik, een beetje zwart bent. Ik denk dat u wel mooi haar heeft of blond met een staartje. Bijna. Kunt u het vertellen? Ja. Ik ben inderdaad donker. Ik heb 2 staartjes. 2 staartjes? Ja, maar die zijn niet blond. Dat heeft een dier. Ze zijn niet blond, ze zijn wel bruin-zwartachtig. Dus je zit wel in de buurt. Ik vind het wel grappig dat je mijn huidskleur hoort. Wil je mijn staartjes voelen? Kijk hier zo. Kijk, als je hier voelt, het voelt een beetje... Ik vind het niet echt... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet echt fijn vind voelen. Maar... Nee, het is even wennen. Komt dat omdat u gel heeft gedaan? Ja, er zit een heleboel gel in, want omdat het dus... Ik vind dat niet zo mooi, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee? Maar hoe weet je of het mooi is of niet? Nou, ik heb een keertje gel en toen ging ik liggen en toen lag het niet lekker. Dat begrijp ik wel. Ja, maar ik moet wel gel gebruiken, want anders zit het niet smooth. Nou, ik ben er niet zo mee bezig. Wat betekent smooth? Ik weet niet eens wat het betekent. Hoe oud bent u? Je naar mij toe komen te ribbelen. Kom maar. Ja, heel goed. Hoe gaan we dit precies doen? De bal heeft een belletje. Kijk, dan hoor je ook waar die is. En nu? Schiet iemand hem terug? Ja. En nu moeten we hem zoeken. Ja, nu horen we hem niet meer. Dus nu hebben we een probleem. Doe, zorg ervoor dat je niet tegen elkaar aanknalt de hele tijd. Doe je hand naar voren. Zo. Oh ja. Oké. Maar coach, wij zijn de bal kwijt hoor. Oh, hé. Hey. Hij zit gestopt. Ik heb hem. Yes. Zal ik hem naar jou schieten? Ja. Heb je dat? Oké, schiet terug. Was niet moeilijk, maar... Oké. Oh, wacht. Oh, shit. Ik ben ook kwijt. We moeten het nog een keer doen. Je mag niet vloeken op de film. Oh. Ik ben steeds die bal kwijt. Oké, het is wel ingewikkeld. Ik kan me voorstellen dat als je op het veld staat... dat je veel geluiden hoort. Hoe blijf je gefocust op de bal? Nou. Dat is precies de regel. Het publiek moet stil zijn. Helemaal stil? Ja. Maar wat als er wordt gescoord dan? Mag er dan ook geen geluid gemaakt worden? Ja, dan mag er wel volop gejuicht worden. Okay, dus, maar hoe weet je wat het goal is? Omdat er op het doel getikt wordt. Wauw, dus je moet echt goed je oren spitsen. Wil je meedoen met deze oefening? We gaan een hele simpele oefening doen. Of ik mee wil doen? Ja. Ik wil sowieso meedoen. Goed zo. Jullie staan nu... 1-2 meter van een pion. Als ik straks je naam noem, dan tik ik op de pion. En dan moet je zo dicht mogelijk bij de pion komen. Rustig aan met de bal.
Ja. Eén handje ertussen. Mooi, man. Dat klopt. Oh, netjes hoor, ja. Bonka. Nou, deze is... En? Vijf grote stappen verder. Vijf. Dus je moet meer gevoel in krijgen met het schieten van de bal. Oké. Dat is het. Oké. Okay. Oh, wacht, nee, wacht, nee. Hij was goed. Ja, geen correctie daarna. Hoe lukt het jou om, naar verschillende geluiden, om je te focussen op verschillende geluiden? Nou, daar heb ik niet zoveel last van. Het voelt alsof ik geluiden aan en uit moet zetten. Het lukt me niet om tegelijkertijd te luisteren naar geluid. En dan ook nog het feit dat ik niet weet waar mijn bal is. Ik voel me een soort van grote baby. We hebben even een drinkpauze, jongens. Even kijken waar we staan. Wow, yo, wat gek. Ik had eventjes geen besef meer van waar we waren. Oké, zal ik jouw fles halen? Ja. Hey, na al het gevoetbal heb ik een beetje dorst gekregen. Nou, ik ga eerst voor u schenken. Ja? Lukt dat? Tuurlijk. Ik heb hier je vloeistofindicator. Wat is precies een vloeistofindicator? Dat is een apparaatje dat piept als je glas vol zit. En nu zit hij vol. Dit is best wel handig. En door deze vloeistofindicator kan je dus best wel makkelijk drinken inschenken. Ja. Krijg je wel eens reacties van andere mensen over dat je geen ogen hebt? Nou, die is eng, zeggen ze soms wel eens. Of kindje, waarom heb je geen ogen? Het kindje, dat vind ik het meest irritant. Dat vind je of, vervelend. Of jongetje, maar op school zei iemand, waarom zijn je ogen eruit? Dan denk ik, je bent zelf slechtziend. Maar dan kan het alsnog vreemd zijn om het te zien natuurlijk. Hoe denk je eigenlijk dat je eruit ziet? Ik heb blond haar, dat weet ik zeker. Ik heb, oma zei een keer, een lekker neusje. En verder eigenlijk gewoon. Ik zie volgens mij, ik heb een vrolijk gezicht, een glimlach. Volgens mij, dat weet ik niet zeker. Zeker, zeker. Vooral als je lacht. Lach eens even, geef me een mooie glimlach. Je breedste. Ja, toch? Een leuke lach heb je. Je oma heeft gelijk. Wat ik ook altijd al heb willen vragen aan iemand die blind is. Als je bijvoorbeeld denkt aan kleuren, wat is je lievelingskleur? Ik denk groen. Dat is de kleur van de natuur. Maar ik heb natuurlijk nooit kleuren gezien, dus... De kleur van de natuur, dat omschrijf je mooi. En weet je wat ook groen is? Nou? Briefjes van 100 euro. Oké, is dit voor een hele bijzondere typemachine? Dat is een braille typemachine. Hoe werkt dat? Nou, je typt gewoon... Er zitten 6 puntjes op. Mm-hmm. En je hebt nu iets getypt. Maar wat staat er dan? Hier staat Mats. Wauw, het ziet eruit als een soort van codetaal. Was het moeilijk om braille te leren? Ik moest wel even leren, maar het ging eigenlijk wel vrij gemakkelijk. En wat is dit voor knop? Welke knop bedoel je? Hier zo staat er een grote blauwe knop. De tijd is 12:30 in de middag. Dat is mijn pratende wekker. Dit is je pratende wekker. Ja, want je ziet natuurlijk ook niet hoe laat het is. Dus hiermee hoor je nou, dat. Ik heb een klok boven nu. Ja? Maar, En hier heb je meer aan, hè? Ja. Zit je ook op een school voor blinde kinderen? Ja, dat klopt. Oké, en nu zit je dus in groep 8. Dat is altijd spannend, want dat betekent dat je bijna naar de middelbare school gaat. Ja. Vind jij dat ook spannend? Nou, vooral niet leuk. Weet je waarom? Nou? Krijg je heel veel huiswerk. Christel heeft last van eetbuien. Dat is niet alleen een pak koekjes leeg eten, maar het is veel meer dan dat. Bekijk hier de aflevering met het verhaal van Christel in Hallo, ik heb een eetstoornis.